informatiestop over de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn opgeheven. Minister Korthals-Altes neemt aan dat Gerrit-Jan Heijn niet meer leeft. En Ahold Concern looft 1 miljoen uit voor de gouden tip. Honderden tekenden rouwregisters Joop den Uyl. Goedenavond. De langdurigste ontvoering uit de Nederlandse geschiedenis heeft geleid tot het hoogste tipgeld dat ooit is uitgeloofd, 1 miljoen gulden. Het werd bekendgemaakt tijdens de persconferentie over de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn, die politie en justitie vanmiddag hielden. De Ahold-topman is nu al 111 dagen spoorloos. Volgens minister Korthals-Altes van Justitie is hij dood. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: het feit dat geen vrijlating van de heer Heijn heeft plaatsgevonden leidt tot de welhaast onafwendbare conclusie dat de heer Heijn niet meer in leven is. Meneer Sietsma, mag ik u een aantal vragen stellen, ook naar aanleiding van de brief die minister Korthals-Altes inmiddels naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin is de minister eigenlijk veel zekerder van het overlijden van de heer Heijn. Wat is uw visie daarop? Zolang wij niet zekerheid hebben en zolang de huidige verblijfplaats van de heer Heijn niet gevonden is, blijft natuurlijk altijd een kleine hoop aanwezig in ons en ook voor het totale team dat met deze zaak belast is. Maar we zijn ons van bewust dat die kansen erg minimaal zijn. Tijdens de persconferentie van vanmiddag werd duidelijk dat de politie nog niet over echte sporen beschikt. Intussen heeft de familie Heijn of het Ahold Concern een ongewoon hoog bedrag aan tipgeld uitgeloofd. Ahold woordvoerder Zwartendijk. Ten einde het onderzoek te bespoedigen is in goed overleg met familie, onderneming en politie besloten tot het beschikbaar stellen van een beloning voor concrete aanwijzingen die kunnen leiden tot 1. De huidige verblijfplaats van de heer G. Heijn. 2. De aanhouding van zijn ontvoerders. En 3. Het terugbezorgen van het door ons betaalde losgeld. De beschikbare beloning bedraagt 1 miljoen gulden. Verder was de persconferentie geheel in handen van politie en justitie. Die vertelde dat er zo'n 1800 tips en aanwijzingen zijn binnengekomen sinds Gerrit-Jan Heijn op 9 september werd ontvoerd. Ook paragnosten en helderzienden werden ingeschakeld. Maar dat alles heeft de politie nog geen enkel spoor verschaft in de richting van de ontvoerders of Gerrit-Jan Heijn zelf. Hoofdinspecteur Munting gaf een uitgebreid verslag van de communicatie tussen de ontvoerders enerzijds en de familie Heijn en het Ahold Concern anderzijds. Er kwamen in totaal 13 brieven, 2 cassettebandjes met de stem van Gerrit-Jan Heijn en zelfs een deel van dienst Pink. Uit 4 brief die op 30 september wordt bezorgd, blijkt dat de ontvoerders de advertenties en de gekozen redactie hebben begrepen. In deze brief komt klip en klaar de losgeldeis op tafel. De eisen tot vrijlating van de heer Heijn zijn een losgeld van ongeveer 8,4 miljoen gulden in verschillende binnen- en buitenlandse valuta en in diverse coupures. Bovendien eisen de ontvoerders 1000 eerste klas geslepen diamanten. Maar het slijpen van de geëiste diamanten blijkt ongeveer een half jaar te duren. En daarom doet de familie Heijn de ontvoerders een ander voorstel. De ontvoerders gaan niet akkoord met deze reactie. Zo blijkt uit hun 5e brief die op 6 oktober komt. De heer Heijn wordt gestraft en mag niet meer lezen. Zijn bril wordt meegestuurd. De straf voor de familie is een verhoging van het losgeld met duizenden biljetten van 100 gulden. In een volgende brief is de irritatie van de ontvoerders verder toegenomen. Ze laten dat blijken door in een filmkokertje een deel van de linkerpink van de heer Heijn mee te sturen. Uiteindelijk gaan de ontvoerders akkoord met een ander soort diamanten die ongeveer evenveel waard zijn. Johan, op 4 november komt de 10e brief. De gevraagde kleurenfoto van de heer Heijn met een recente krant wordt door de ontvoerders niet gestuurd. In deze brief wordt ook geen ander levensteken ontvangen. Wel komen de ontvoerders terug op de lichamelijke en geestelijke toestand van de heer Heijn. Hij maakt het lichamelijk redelijk, ondanks het feit dat hij wat is afgevallen. Geestelijk gaat het hem echter niet zo goed. Geen levensteken van Gerrit-Jan Heijn dus, 2 maanden na de ontvoering. Toch besluit men met het gevraagde losgeld en de diamanten op pad te gaan, in de hoop Gerrit-Jan Heijn vrij te krijgen, zo vertelde commissaris Sietsma, die eerder grote ontvoeringszaken tot een goed einde bracht.
volledige nacht gewacht. Na een lange discussie is gekozen voor een... voor de laatste strohalm waar de familie zich aan wenste vast te klampen. En de kans zo maximaal mogelijk te benutten om de heer Heijn weer levend terug te krijgen. Al gauw komen de ontvoerders met hun instructies. Vrijdag 13 november moet een chauffeur met het losgeld en de diamanten zich beschikbaar houden in het Okura Hotel in Amsterdam. De ontvoerders zullen naar hem vragen onder de naam Rosa. Als het contact niet lukt, wordt de afspraak een etmaal uitgesteld. Als het telefoontje de eerste avond uitblijft, gaat de chauffeur weg. Een half uur later bellen de ontvoerders met de receptionist van het hotel. Goedenavond. Mag ik heer Rosa van u? Hoe spelt u de naam, meneer? R-O-S-A. R-O-S-A, moment alsjeblieft. Ik kan de naam niet vinden in de computer. Weet u zeker dat het juist gespeld is? Ja, hij moet bij u op de receptie zitten. Hij moet bij ons aan de receptie zitten? Ja. Pardon, dat begrijp ik niet helemaal. Hij is bij de receptie bij u. Nou, ik zie hem niet, meneer. Waar zou hij moeten zijn? Bij de receptie. Bij de receptie. Ja, ik zie hem niet. Ik weet ook niet over wie het gaat. Wat is het voor iemand? Een gast? Nee. Wat is het voor persoon? Een man. Een man. En waarom zou hij bij de receptie zijn? Het is ook mijn vaste overtuiging dat men de wil heeft gehad om die tweede nacht te komen. Maar dat men door loslippigheid en een verkeerde taxatie aan de receptionist die niets van deze operatie wist, de locatie heeft kenbaar gemaakt waar die eerste opdracht bij Alkmaar te vinden was. En dat men door die verspreking men het niet meer aangeduurd durft heeft de tweede nacht alsnog die operatie door te zetten. De afspraak voor de overhandiging van het geld langs de weg naar Alkmaar loopt dus mis. Maar het volgende contact lukt wel. Op vrijdag 27 november komt in het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam een telefoontje binnen. De chauffeur moet naar een parkeerplaats langs de A12 rijden in de buurt van Arnhem. Daar krijgt hij instructie geld en diamanten achter te laten bij een tunneltje in de snelweg. Alle diamanten ter waarde van 7,7 miljoen gulden en een deel van de bankbiljetten. 450.000 gulden in het Nederlands geld. Daarna wordt de chauffeur naar een AH-filiaal in Arnhem gestuurd aan de Lawik van Paapstraat. Terwijl hij dus morgens tussen 6 en 7 uur voor de deur staat, hij kan niet naar binnen, wordt er 4 keer naar het filiaal gebeld. Twee weken later komt de laatste brief van de ontvoerders, de 13e. Ze geven nog één kans. Gerrit-Jan Heijn kan met kerst thuis zijn. Een voorwaarde is een nieuwe advertentie. Bovendien moet de losgeldrijder 's nachts weer beschikbaar zijn op het telefoonnummer van het Ahold-concern in Zaandam. Tevens moet hij 's nachts terecht kunnen in alle AH-winkels. De ontvoerders hebben echter na de 13e brief niets meer van zich laten horen. Verslaggever Hugo van Rijn was een van de vele journalisten die vanmiddag bij de persconferentie aanwezig waren. Het was een merkwaardige persconferentie hier vanmiddag in Bloemendaal. Met journalisten die hun informatie voor een deel van het tv-scherm kregen. De uitzending van het programma Opsporing Verzocht kreeg voorrang op de mogelijkheid om vragen te stellen. Een persconferentie die, kortom, grotendeels geregisseerd werd door een omroep, de AVRO, in plaats van door woordvoerders of journalisten. De persconferentie, meneer Sietsma, is voorbij. De informatiestop is opgeheven. Nu was de motivatie destijds om die informatiestop in te stellen om de zaak zo snel mogelijk af te handelen. Daarin bent u dus niet geslaagd. Nee, het heeft een ongelooflijke lange periode geduurd. De reden dat wij de informatiestop hebben ingesteld, mede op verzoek van de familie, was evident. Zolang wij nog in deze rechtsstaat leven en het gaat om een mensenleven, dan denken wij de wil van de samenleving na te streven dat het privébelang in zo'n geval, als het om een mensenleven gaat, boven het algemene belang uitstijgt. Maar zegt u nu niet na afloop, ja? En dat hebben wij te eerbiedigen. Maar zegt u nu niet na afloop, de informatiestop heeft in het nadeel van het politieonderzoek gewerkt? Jazeker. Altijd is het in ons nadeel. Want wij hebben geen enkel belang bij de informatiestop. Hoe eerder wij de vragen kunnen stellen aan de gemobiliseerde samenleving, zoals we dat vanmiddag hadden kunnen doen, hoe beter het voor de politie optreden is, hoe sneller wij de daders zouden kunnen aanhouden. Toch heeft u maar het is juist die afweging die we moeten maken, want daarmee ga je de kansen verkleinen
van de heer Geijerheijn. Nou zegt u zelf, we hebben veel vragen gesteld vanmiddag. Maar u heeft nog zoveel informatie achtergehouden. Ik denk dat het verstandig is om de techniek van ons opsporingsapparaat niet in de grote klok te hangen, want dat gaat als een boemerang-effect in onze eigen professionele richting werken. Om één concreet voorbeeld te noemen. De ontvoerders hebben op 27 november gebeld naar het Ahold hoofdkantoor in Zaandam. Ook een bandje van gemaakt. Waarom heeft u dat bandje niet laten horen? Om de eenvoudige reden dat wij een opsporingsbelang proberen na te streven. En wij bepaalde aanwijzingen hebben op dit moment die we liever ons voor ons houden. Dat vereist het opsporingsbelang. De opsporing verzocht van de AVRO krijgt niet alle informatie? Nee. Dat is duidelijk uit dit antwoord gebleken. Opsporing verzocht is een tactisch en strategisch middel van politie en justitie om de samenleving de vragen te stellen die mede kunnen leiden tot identificatie van de daders. U heeft op de persconferentie gezegd, we hebben als politie 3 missers gemaakt. Heel kort, welke 3? Ik denk niet dat ik op de persconferentie gesteld heb dat wij 3 missers gemaakt hebben. Van mijn kant heb ik alleen betoogd dat wij de doelstelling niet gehaald hebben ten opzichte van het observeren van de afhaler van het losgeld. Wat wilde u met die observatie dan doen? Dat was een van de doelstellingen die wij probeerden na te streven. A, de identificatie van deze afhaler en B, mogelijkerwijs via deze persoon de verblijfplaats van Geijerheijn proberen te ontdekken. U wilde die man volgen? Natuurlijk. Op basis van uw vakkennis, verwacht u nog een keer contact met de ontvoerders? Nee. Ik denk niet meer dat de ontvoerders nog een keer de familie of het Ahold-concern zullen bereiken. Hoe denkt u dan nog verder te kunnen nu? Door nu alle opsporingsregisters open te trekken. En als hij nog leeft, zou dit de enige en minimale kans zijn om hem aan te treffen. Ja, de bedoeling van de persconferentie en de uitzending opsporing verzocht is dat er nieuwe tips bij de politie binnenkomen. Verslaggever Willem Bemboom is op het hoofdbureau van politie in Haarlem. Sinds het begin van de televisieuitzending vanmiddag om 4 uur zijn er bij het onderzoeksteam in Haarlem 250 nieuwe tips binnengekomen. En die moeten dan worden opgeteld bij de eerder binnengekomen 1800 tips. Ook zijn er nog 600 tips van paragnosten, van helderzienden hier geregistreerd. En alles zal worden nagezocht. Het gaat overigens niet alleen om telefonische meldingen, maar er worden ook met de regelmaat van de klok brieven hier binnengebracht. Vraag aan de heer Volgers van de Rijkspolitie, zit de tip er nu al bij? Dat weten we niet. We gaan de tips die we deze dag hebben binnengekregen de komende dagen analyseren. Het is best mogelijk. We hopen het in elk geval. Is alles serieus te nemen? Ja, de tips die wij binnenkrijgen zitten in elk geval controleerbaar materiaal in. Mensen noemen feiten die door ons te controleren zijn. Mensen zijn zelf ook te controleren. Ze geven een adres op, geven een telefoonnummer op, zodat we er ook op terug kunnen komen. Dat soort tips nemen wij serieus. Zijn dat nu meldingen alleen uit binnenland? Nee, ze komen ook uit buitenland, grensgebied Duitsland, ook uit België. Dus het is een internationale aangelegenheid nu. Zijn er ook feiten bij die al eerder bekend waren of die juist bevestigd worden door deze nieuwe tips? Weten we niet. We gaan de komende dagen de tips via computerapparatuur tegen elkaar aanleggen, kijken of er overeenkomsten in zitten. Dat soort tips worden naarmate er meer overeenkomsten in zitten met anderen natuurlijk steeds waardevoller. Hoe serieus neemt u de paragnosten, de helderzienden? Er is ook nu weer een groot aantal paragnostische tips binnengekomen. We hebben ze tot nu toe erg serieus genomen. De 600 tips zijn op buitengewoon zorgvuldige manier geanalyseerd. Heeft overigens tot niets geleid. We gaan op dezelfde serieuze manier om met paragnostische tips, ook in dit geval. Nu zijn er de hele middag en avond al klachten over de telefonische bereikbaarheid hier van het hoofdbureau. Ja, de lijnen die raken wat overbezet en dat brengt me ook toe de mensen te vragen toch vooral te blijven bellen. Als ze vanavond geen verbinding krijgen, laten ze opschrijven wat ze aan ons zouden willen vertellen. Laat ze morgen bellen, laat ze overmorgen bellen, maar niet teleurgestelde telefoon neerleggen. We hebben die informatie die bij mensen zit buitengewoon hard nodig. Ja. Goed, tot zover dit laatste nieuws vanuit het hoofdbureau van politie in Haarlem. U hoorde net al, intussen is het speciale telefoonnummer dat de politie heeft opengesteld voor tips in de zaak Heijn vanavond al overbelast geraakt. De politie vraagt het publiek nu om ook niet de gewone nummers van de politie in Haarlem te bellen, maar het later vanavond nog eens te proberen. Het rechtstreekse verslag op radio en televisie van de persconferentie in Bloemendaal is door een groot deel van het Ahold personeel gevolgd. In supermarkten, fabrieken en kantoren stonden om 4 uur radio's en televisies aan. De eerste steen, gelegd door Gerrit-Jan Heijn, toen 6 jaar oud, samen met zijn broer Albert. In dit gebouw zit het reclamebureau van het concern. Hier zijn de advertenties ontworpen voor binnen- en buitenlandse kranten, waarin de beloning van 1 miljoen gulden wordt aangekondigd. Hier kent iedereen meneer G.J. De bureaus waren vanmiddag onbezet. Iedereen keek. Wat is het voor iemand? Een gast? Nee. Wat is het voor persoon?
Houdt u nog hoop dat de heer G. in leven is? Ja, natuurlijk. Iedereen. Het meeste opgevallen is dat het eigenlijk al een hoop oud nieuws, wat ik al gelezen heb en wat al gisteren ook al verklaard is. Dat er ontzettend veel mensen, ontzettend veel werk is verricht. En dat iedereen enorm met de zaak heeft meegeleefd. Stemt u dat hoopvol op een goede afloop? Ja, als je hoort wat er allemaal gebeurd is, dan is dat toch een hele twijfelachtige zaak, ben ik bang. Maar ik durf het niet te hopen dat het zo is. Ook medewerkers van supermarkten kon in de kantine kijken naar het rechtstreekse verslag. Ook al wordt er tijdens het werk zo min mogelijk over de ontvoering gepraat, alle werknemers leven zeer intens mee met de familie Heijn. En dan gaan we tot slot nog even terug naar de persconferentie, waar ook de rol van de media ter sprake kwam. De media zouden het politiewerk in een kwaad daglicht hebben gesteld. Het ging met name over het portofoonverkeer in de nacht dat in de buurt van Arnhem met het losgeld werd gereden. In werkelijkheid zal u niet ontgaan zijn dat de AOLT-medewerker om exact 5:14 die locatie daar verlaten heeft. En dat in werkelijkheid op dat moment geen portofoonverkeer heeft plaatsgevonden. Maar het portofoonverkeer pas plaatsvond tussen 7:00 en 7:20. Maar het NOS-journaal heeft al eerder opgewezen dat uit die uitgezonden tekst van de rechercheurs kon worden opgemaakt dat het op dat moment dag was. Bovendien waren er al veel eerder die nacht de bewegingen van de politie via de portofoon te volgen. Maar die gegevens heeft het journaal bewust niet uitgezonden. Tot zover de zaak Heijn. Dan nu het overige nieuws. Duizenden mensen hebben vandaag het condoleanceregister getekend bij het overlijden van Joop den Uyl. De oud-premier, hij overleed vorige week donderdag, is inmiddels in alle stilte gecremeerd. Op tientallen plaatsen, verspreid over het hele land, zijn vandaag de condoleanceregisters geopend bij het overlijden van Joop den Uyl. Zoals hier op het provinciehuis in Utrecht. Vanaf 2:00 komen hier terecht om rouwbeklag te betuigen. Dat gebeurde ook in Amsterdam, waar den Uyl woonde en in de jaren 50 en 60 werkte als raadslid en wethouder. Juist daar kwamen vele honderden mensen om te tekenen. Ze toonden zich verslagen en spraken over een groot verlies. Den Uyl is te vroeg gestorven. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben zelf een dochter verloren van 28, maar dit is ook verschrikkelijk. Het is iets afschuwelijks. Ik heb er geen woorden voor. Verslagenheid. Je bent bezig met de voorbereidingen van je eigen kerstfeest en het is allemaal leuk en gezellig. En dat was het op dat moment even niet meer. Nou, verschrikkelijk verlies. Vooral voor de minderheden. En ik heb in de jaren 60 wel ondervonden dat als gehandicapte dat je daar veel voorzieningen voor getroffen binnen. En die worden nu allemaal teruggeschroefd met dit kabinet. Woensdag is er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst. En dan ook zullen de meeste condoleanceregisters worden gesloten. Tot slot het weerbericht. Dat hoort u van Henk van Dorp. Zacht weer is het bij ons opnieuw vandaag. Winter in de Verenigde Staten. Het is niet zo dat kou daar automatisch tot gevolg heeft dat het bij ons warm is. Maar het heeft wel met elkaar te maken. En de oorzaak daarvan zien we op de kaart van de hogere luchtlagen. Dat is het patroon van de luchtstroming op ongeveer een 5 kilometer hoogte. En dan zien we over de Verenigde Staten op dit moment een noordelijke wind. Koude lucht komt daarmee uit de poolstreken naar het zuiden stromen. Over het zuiden van de Verenigde Staten buigt dan die wind om. Die wordt westelijk en wordt zuidwestelijk bij ons over de oceaan, het oostelijk deel. En daarmee komt dan die zachte lucht van de Azoren rechtstreeks naar West-Europa toe. En vandaar ook steeds opnieuw die temperaturen. Op de satellietfoto van vanmiddag, dat is dan die grote overzichtsfoto, zien we nog net aan de linkerrand het oosten van de Verenigde Staten. En als die foto gaat bewegen, dan zien we onder in beeld die hele brede band met bewolking die samenhangt met die zuidwestelijke winden. Komen bij West-Europa aan, Spanje, Portugal in de zon, ook Frankrijk nog en ons land zo ongeveer aan de rand van die bewolking. Van dat gebied van avond half zes uur hebben we een andere foto waarbij we dan die dikke bewolking in het noorden zien over de Noordzee. Onbewolkte gebied in het zuiden en ons land zo ongeveer aan de rand van die bewolking. Maar de wind is in het algemeen westelijk en dat betekent dat wij er toch niet echt onderuit komen. Vandaar dat we voor vannacht en morgen tamelijk veel bewolking houden. Misschien dat alleen in het zuiden van het land de zon er af en toe even doorkomt. Vooral in de middag ook af en toe wat regen. Het meest zal dat zijn in het noorden.
Temperatuur zo'n 10, 11 graden en een matige zuidwestelijke wind. En vooral langs de kust kan die af en toe hard worden. Dat is windkracht 7. En tot en met de jaarwisseling blijven die temperaturen ruim boven nul. Tot zover dit journaal van 8 uur. Nog een prettige avond verder.